In het hart van Limburg ligt de prachtige gemeente Leudal. In dit fraaie gebied, nabij het authentieke dorp Rochel, wordt momenteel gewerkt aan de realisatie van het unieke recreatiepark Buitenhof de Lijstert. Buitenhof de Lijstert is gelegen in het hartje Limburg, waardoor de gehele provincie met al haar moois binnen handbereik ligt. Er zullen 225 luxe vakantievilla's in Limburgse boerderijstijl worden gerealiseerd met zeer uitgebreide centrumvoorzieningen. De villa's worden gekenmerkt door buitengewoon fraaie architectuur. Ook de thematisering van het park zal de sfeer van vroeger weer doen herleven. Lommerrijke lanen, hoven, fruitgaarden maken de beleving compleet. Op de projectlocatie zal circa 7 hectare recreatieve natuur met boomgaarden worden aangelegd. Daarnaast is het park dicht bij enkele pittoreske dorpen en sfeervolle steden, welke beschikken over een uitgebreid voorzieningenniveau. De geplande 225 recreatieboerderijen zullen de sfeer van de authentieke Limburgse boerderij uitstralen. U heeft de keuze uit verschillende varianten, in diverse stijlen. U kunt kiezen uit een 5, 7, 9, 11 en 13 persoonswoonboerderij. Daarnaast is het mogelijk om een comfort- of luxe afwerkingsniveau te kiezen. Ook kunt u de keuze maken in de kleurstelling van de villa. U kunt kiezen uit licht- of donkermetselwerk, of u kunt de villa wit laten schilderen. Verder kunt u nog kiezen uit een rieten- of pannendakbedekking. De bijbehorende kavels hebben alle een royaal formaat. Buitenhof de Lijstert wordt onderdeel van het landelijke bekende 5-sterren recreatiepark de Lijstert, welk een uitgebreid voorzieningenpakket bezit. Zo beschikt dit park over een ruim subtropisch zwemparadijs met diverse whirlpools en waterglijbanen. Verder een ruim buitengolfslagbad en een grote attractiespeeltuin. Het park heeft tevens de beschikking over 2 mooie visvijvers en een fietsenverhuur. Dit voorzieningenniveau zal door de komst van Buitenhof de Lijstert verder worden uitgebreid. Buitenhof de Lijstert ligt midden in een prachtige omgeving die zich kenmerkt door een licht glooiend landschap en vele bosrijke gebieden. Het park wordt gerealiseerd aan de rand van het welbekende nationaalpark De Grote Pil en het natuurgebied Het Leudal. Een prima gebied voor het maken van lange wandelingen of fiets- en mountainbiketochten. Via een uitgebreid fietsroutenetwerk kunt u de mooiste plekjes zelf gaan verkennen. In de directe omgeving heeft u voldoende keuze aan prachtige steden en dorpen die het Bourgondische leven van Limburg prima vertegenwoordigen. Pittoreske kerkjes, versteelde kapelletjes en indrukwekkende kastelen laten zien hoe Limburgers al eeuwen leven. Bijvoorbeeld het nabijgelegen Roermond, met zijn gezellige en sfeervolle binnenstad. Of lekker voordelig shoppen bij het Designer Outlet Center of het retailpark. Verder de watersportmogelijkheden op de nabijgelegen Maasplassen. De steden Maastricht en het Belgische Maaseik met zijn culinaire verrassingen en onontdekte pleinen. Het witte stadje Toorn. De thermaalbaden en de kasteeltuinen in Arsen. En attractiepark Toverland bevinden zich allemaal in de omgeving. Kortom, te veel om op te noemen. In 2011 openen de deuren van dit mooie park Buitenhof de Lijstert. Investeren in dit project biedt u een waardevaste investering. Mede door de verhuurbegeleiding van professionele verhuurorganisaties. Uiteraard kunt u ook zelf met uw gezin genieten van dit unieke project in een veelzijdige omgeving met talloze toeristische trekpleisters. Buitenhof de Lijstert. Waardevast investeren en Bourgondisch recreëren.